De nieuwe Call of Duty is uit. Call of Duty Black Ops Cold War. De singleplayer review die staat inmiddels online. En je weet het, we hebben het uitgelegd. Volgende week gaan we de uitgebreide review doen. En een korte review van het gehele totaalpakket. Dus multiplayer, zombie mode. En de singleplayer. Omdat met name online... De servers moeten nog beter worden. De PlayStation 5 is nog niet uit. Er komen patches aan. De balans wordt nog gefixt. Etcetera, etcetera. We willen gewoon echt een goed totaalbeeld krijgen van de game. Voordat we daar echt een oordeel over hebben. En bij dit soort multiplayer geladen games doen we dat gewoon. Nemen we daar eigenlijk onze tijd voor. Maar ik wil toch al wat vertellen over de multiplayer. En dan met name over de traditionele multiplayer. En met traditioneel bedoel ik dus niet Warzone. In december gaat zeg maar de nieuwe Warzone, die gaat dan online komen. Nee, dit gaat over old school multiplayer. Wat voor mij nog steeds de multiplayer is voor Call of Duty. Je weet wel, Team Deathmatch, Free for All, Kill Confirmed, Hardpoint, Search and Destroy, Domination. De ouderwetse modes, gewoon 6 tegen 6, 8 tegen 8, weet ik allemaal wat, op maps tegen elkaar. Nou, dat ga ik doornemen met je in een speciale Let's Play. Ik had die natuurlijk live kunnen spelen, maar voor mij is het gewoon heel erg moeilijk om een competitieve game waar ik constant moet opletten om niet voor elkaar geschoten te worden, om dat te spelen terwijl ik ook nog probeer uit te leggen hoe die maps er zien. Het gaat niet zozeer om hoe ik speel, vind ik, in dit item, maar over dat ik jullie een beeld geef van hoe die maps eruit zien. Dat lukt mij gewoon niet, dus ik heb dat gewoon van tevoren opgenomen. En ik ga er gewoon allerlei uitleg bij geven. In een livestream zul je me nog wel eens een keertje live Call of Duty zien spelen. Dan even de basic facts. Er zitten, hou je vast, 8 maps in voor de traditionele mode. En dan nog 2 maps voor de Fireteam mode. Een beetje die Battlefield-achtige mode waar je met grotere teams tegen elkaar speelt. En voertuigen, 8 maps. Modern Warfare had er 19 bij launch, inclusief de Crossroads maps. Dus we zijn er wel een beetje op achteruit gegaan. Een aantal maps vind ik ook niet zo leuk. Bijvoorbeeld Armada en Miami, die laat ik ook beide niet zien. Armada is op dat schip. Dat is eigenlijk een twee-lane map. Dus normaal zijn het altijd 3 lanes, maar hier zijn het er maar 2. Ik vind het vrij saai. Er zijn echt choking points waar je niet voorbij komt. Moskou of Miami vind ik heel erg onduidelijk. En die maps kunnen nu weggestemd worden. Hè? Dat is natuurlijk nieuw. Je kunt nu gewoon aangeven, eindelijk weer, van welke map wil je. Het nadeel met echt 8 maps is dat als een heleboel mensen de hele tijd Armada en Miami wegstemmen, is dat je de hele tijd eigenlijk een beetje dezelfde maps aan het spelen bent. Maar goed, dat neem ik mee straks voor de review. Het gaat er nu om dat jullie een beeld gaan krijgen van de maps. De eerste maps die ik wil laten zien is Cartel. En Cartel is een map die zich afspeelt in Nicaragua. Cartel, die bestaat uit... ik zie weer geen beeld. Ah, daar is het. Sorry. Ik zie nu beeld. We gaan gewoon even door. Ik zag eventjes gebeld, jongens. Maar dat kan ik natuurlijk moeilijk zeggen bij een Let's Play als ik geen beeld zie. Dit is Cartel. Het speelt zich af in Nicaragua dus. En het is een vrij traditionele Call of Duty map. Eigenlijk een map zoals je die altijd zult zien bij Call of Duty. Je hebt 3 lanes. Ik neem nu de rechter lane. Dat is eigenlijk een beetje een rotsachtig gebied. Waarbij je op zoek gaat. Ook een beetje kan verschuilen. Je hebt wat points waar je op lange afstand met elkaar bezig kunt zijn. En je kunt eigenlijk in die lane de hele tijd naar boven toe. Nou, kijk, daar heb je in ieder geval een man. Nou, die pak ik dan. De rechter lane heb je dus. Je hebt een middenpad. En dan heb je ook nog een linker lane, waar we straks dan uit gaan komen. En een beetje in het midden, dat is eigenlijk waar het gevecht zich dan een beetje centreert. Als het echt draait om de close quarter combat. Dit is toch vooral een map waar je de assault rifle heel goed kan gebruiken. Nou, ik ben hier nu een beetje aan het eind van de map. Dit zijn bijvoorbeeld de punten als je je car package wil laten vallen. Dan zijn dat de maps, de punten waar je dat even veilig kunt doen. Want als je wat meer midden op de map gaat, daar zijn dan te veel mensen. Nou, in die map heb je ook allemaal van dit soort huisjes. Je ziet het, ik heb hier een shotgun te pakken. Ik speel eigenlijk alles met assault rifle
en een shotgun of assault rifle en een submachine gun. Gewoon voor de close quarters, zodat je dan snel kan switchen. Doe je die perk er even bij, dat je die wapens wat sneller kan wisselen. Ik ga hier naar de andere kant van de lane toe. En de rechterkant is wat leuker. Je zult ook zien dat de spelers zich daar wat meer bevinden, omdat er wat huisjes zijn. En je ziet hier... Hier ga je toe naar de warehouse. En de warehouse is eigenlijk een punt waar zeker bij Domination of Hardpoint, die objective-based multiplayer modes, veel spelers zich zullen gaan verzamelen. Omdat je hier veel close quarters kunt doen en je zult hier bijvoorbeeld dingen moeten verdedigen. Dan gaat het er een beetje om of je de goede positie zult krijgen. Nou, ik zit hier dan een beetje in het middengedeelte. En dan zie je ook, hier links is de linkerlane en in de midden... gedeelte zul je wat huisjes vinden waar je eventueel bij Hardpoint of Domination, dus die modes, daar kun je dan gewoon je snipers neerzetten of je long distance. En hier zie je dan in het midden ook, je zag het net even, de vuurtoren of de wachttoren. Dat is een uitermate goed punt voor een sniper gun om neer te zetten, om dan ook die lanes een beetje vast te pinnen. Die is niet... Daar kunnen twee man ongeveer in. Dus je zou feitelijk twee mensen er neer kunnen zetten. Eentje die de voorkant en eentje die de achterkant in de gaten houdt. En ze zijn niet heel erg makkelijk om ze daar weg te krijgen. Omdat de wachttoren, de beschutting daarvan, niet zo makkelijk gepenetreerd kan worden. Nou, je ziet hier dat ik dus een beetje in dat choke point zit. Feitelijk dus die warehouse. Nou, daar zie je dus inderdaad die wachttoren. Daar kun je dus ook nog eens een keer in dat warehouse kijken. Daar zijn heel veel spelers vaak te vinden. En kun je dus een killstreak aan elkaar rijgen. Als je een beetje snel bent, een beetje goed bent. Met bijvoorbeeld een shotgun of met je submachine gun. En je een snelle reactie hebt. Goed, ik denk dat we hier genoeg hebben laten zien van de kartel map. Gaan wij naar een volgende map toe. En wat mij betreft... een van de leukere maps. Een map die ook heel erg lekker compact is. Het is namelijk Checkmate. En Checkmate zit in de game zelf, in de singleplayer, als een... dit is een trainingskamp voor de Spetsnaz. En je ziet het hier, het vliegtuig. Dat is natuurlijk de Air Force One van de president. En hier leren de Russische Spetsnaz om de Air Force One misschien een keertje aan te vullen. Ook aan te vallen. Ook dit weer de bekende... drie lane route. Ik ga nu even de rechterkant langs. Daar kun je eigenlijk achterlangs. Het lijkt een soort van, ja, een grote industriële hal. Met kleine kamertjes erin waar mensen kunnen komen. Naar je toe kunnen komen. Dus je moet eigenlijk van beide kanten een beetje in de gaten houden. Dit kan een rustpunt even voor je zijn als je wilt wisselen. Of je wil even... want je kunt in deze game ook aan je attachment sleutelen tijdens de game. Als je denkt van, hey, maar ik heb voor deze map toch even een andere scope nodig, dan kan dat. Maar dan zijn dus hier aan de andere kant heb je ook weer zo'n ruimte. Zijn dat de ideale ruimtes om dat gewoon even aan te pakken. Het is een open map. Dat betekent dat snipers zouden kunnen. Ik stond net op zo'n punt waar je een sniper kan neerzetten. Nou, hier zie je ook weer een open route. Dit is de rechterlane. De rechterlane lijkt eigenlijk vrijwel identiek aan de linkerlane. Ruimtes met een container ertussen waar je gewoon langs kunt lopen om proberen te flanken of achterlangs te komen en de vijand dan van in zijn rug aan te vallen. Maar alles draait dus eigenlijk een beetje om dat grote vliegtuig en deze spots in de midden, waar je dus inderdaad het grote vliegtuig goed, ook de mensen die in het vliegtuig zijn kunnen pinnen. Of juist als jij mannetjes hebt in dat vliegtuig waar je een hardpoint, een objective kan verdedigen, dat je die kunt ondersteunen met suppressive fire. We lopen hier even rond. Grote containers dus. Er zit hier genoeg in. En het mooie vind ik, dit is een hele kleine, lekkere, compacte map die veel gekozen wordt. Waarin je ook gewoon veel kills snel kunt maken door te blijven bewegen. Assault, misschien submachine. Ik vind assault hier lekker, omdat je toch wel veel op afstand kan schieten. Je ziet het. Je kan vanuit dit soort plekken kan je heel goed het vliegtuig in de gaten houden en een van de lanes. Als de vijand zich dan toch probeert te verplaatsen, dan komen ze in open terrein en dan zijn ze gewoon de lul. Je moet even goed opletten waar je car package laat komen. Hier pak ik volgens mij even mijn shotty. Hoppakee. Een bepaald gedeelte van het dak is open en een bepaald gedeelte van het dak is niet open. Ik vind dit
Eén van de leukste maps die er is. Lekker kort, lekker snel. Dit is voor mij een perfecte Call of Duty map. En wordt ook heel veel gekozen. Ga ik naar de volgende map. En ook dit is een hele leuke map. Dit is Crossroads. Het wordt nu een beetje koud. Het wordt sneeuwig. Dit is in Oezbekistan. Dat is een route tussen Afghanistan en Rusland. Waar blijkbaar veel troepen langskomen. En ook hier kun je weer zeggen, het is een drie lane. Alleen, het is wel heel compact. Deze map, als je hem speelt in Team Deathmatch, speel je een gedeelte van de map die je uiteindelijk ook in Fireteam speelt. Maar daar, en dat zul je straks wel zien, daar, de hele achterkant nu, waar je nu naartoe kijkt, is dan ook open. Eigenlijk is dit een groot bunkercomplex. Waar je in kan, met daaromheen eigenlijk een vierkant qua meer open routes. Eigenlijk is dit een map Assault Gun. Submachine slash shot is shotgun. Of als je heel goed met de pistool omgaat, is hier toch wel heel erg lekker. Nou, hier zie je dus, dit is dus de bunker. De bunker heeft twee verdiepingen, hoog, laag. En er zit ook nog eens een keer een soort van brug tussen. Het zijn allemaal choke points. En je moet die gewoon goed weten wanneer je shotgun moet gebruiken. Heb je genoeg range? Of heb je niet genoeg range? Want je ziet dat je kan zo weglopen. Maar goed, deze man denkt, ik draai dan gewoon maar om. Hier wissel ik dan weer snel naar Assault, omdat je gewoon soms ook weer op afstand moet komen. Nou, hier zie je dus ook weer zo'n punt, afstand. Je weet gewoon in principe waar tegenstanders kunnen komen. Dit is een moeilijk punt. Als je de hoge punten hebt, dan kun je dat goed verdedigen. En je moet oppassen als je weer laag staat, dat je ook van de hoge punten weer beschoten kan worden. Dus hier zit heel veel verticale werking. Waar ik nu naartoe wees met mijn gun, dat is eigenlijk dan het restant van de map die je in Fireteam gebruikt. Maar dit is heel compact. Hier zie je ook, als je wil aanvallen moet je klimmen. En dan ben je dus even vulnerable, als het ware, voor de vijand om je neer te schieten. Het is een hectische map. Ik ga nou niet zeggen dat dit Nuketown is. Maar het heeft wel een beetje dezelfde feel, omdat het heel compact is. Het is gewoon lekker klein. Met veel punten om doorheen te rennen. En mensen die gewoon heel erg goed zijn en snel zijn met hun wapens. En het richten en het mikken en de trekker overhalen. Die hebben hier voordeel aan. Sommige mensen halen inderdaad heel veel kills. Anderen hebben er veel meer moeite mee. Omdat ze gewoon te langzaam zijn. En je ziet, je kan ook wel degelijk met een snipergun. Ik werd hier gesniped. Met een snipergun terecht. Maar dan moet je wel als secondary weapon een submachine gun of een shotgun of een assault rifle hebben. Anders kom je eigenlijk nergens. Dit is geen sniper map. Het heeft weinig zitten. Er zijn weinig punten waar je echt kunt gaan verbergen. Je ziet het hier ook. Ik kan van meerdere kanten aangevallen worden. Dit is net als bij Nuketown ook zo'n map waar er constant met granaten wordt gegooid. En met stun en met rook en weet ik allemaal wat. Voor mij betreft gewoon weer echt een lekkere Call of Duty map. Goed, gaan we naar de volgende. Eigenlijk ook wel een leuke map. Dat is Garrison. Garrison is een NATO-base in Hannover, Duitsland. En daar worden tanks gebouwd. Of in ieder geval gebouwd of gerepareerd. Dat weet ik niet, 1, 2, 3. Maar je ziet hier ook weer, dit is in principe ook een 3-lane map. Maar ik vind het eigenlijk een 2-lane map. Ik ga nu namelijk naar de linkerkant. En dat gaat echt wel redelijk buitenom. Je ziet het, ik ga hier door een doorgang van het complex heen. En dit is het middengedeelte waar ik zo kom. Ik speel kill confirmed hier. Ik ben een hele goede renner. En dit is leuk. Er zitten twee van dit soort stukken in aan beide kanten waar je onderdoor kan als je de vijand in de rug wil aanvallen. Nou, ik pak hier gewoon even lekker wat puntjes. En dan ga ik waarschijnlijk nu, volgens mij ga ik nu vrij snel dood, maar hier ga je een beetje toe. Nog steeds naar die rechter lane. Dus je hebt de rechter lane, of de linker lane heeft dus een buitenkant en een binnenkant. Dit is de binnenkant van de lane. Je ziet dat je hier rechtdoor, nou, dat is echt dan weer zo'n lange afstand ding. Dit is vrij dom dat ik dit gewoon geprobeerd te doen in dekking, want dat gaat natuurlijk gewoon helemaal niet werken. Die linker lane kan je buiten en binnen doen. Volgens mij ga ik nu weer langs de buitenkant. Nee, ik ga nu langs de binnenkant, want de rechterlane heeft namelijk geen buitenkant. Die kan alleen langs de binnenkant. Dus ik weet niet of ik dat nou echt een lane vind. Ook omdat je ziet hem daar een beetje, waar ik nu toe wijs. Omdat daar ook twee gebouwen zitten die hoog zijn, waar dus een tegenstander jou van beneden kan schieten. Dat is een wat lastiger lane om te pakken. Ik zit nu in het middengedeelte. Dat middengedeelte, daar zit gewoon eigenlijk een tank. Staat er op een soort van geul, waar je dus onder kunt komen. Dat kun je eventueel ook nog gebruiken. Dus er zit een gleuf onder.
Ik weet niet of ik daar hier nu in ga. En de bridge, die is ook heel belangrijk. Dus er is een bridge tussen die twee gebouwen. Daar kun je elkaar ook pakken en kun je gewoon weer naar buiten. Dus je kunt eigenlijk aan alle kanten die map de hele tijd, zeg maar die binnenkant, het middengedeelte waar de battle voor de kills het vaak zal plaatsvinden, omdat daar de hardpoint zit, of bij kill confirmed of team deathmatch, omdat de meeste spelers daar zijn, omdat daar de kills te halen zijn. Kun je dus van allerlei kanten kun je dat middengedeelte pakken en ook nog eens een keer onderlangs gaan via het middengedeelte. Je ziet hier nu die sleuf, dat groene, onder de tank. Dat is waar die sleuf zit. Het nadeel daarvan is, terwijl je hier ook de rechterlane hebt, je ziet dat die heel erg gesloten is. Als je dat wil aanvallen, je moet naar boven klimmen. En als je naar boven klimt, heb je je wapen even niet paraat en ben je dus weer wat kwetsbaarder. Hetzelfde geldt voor de gleuf. Als je dus uiteindelijk weer naar boven wil komen, dan moet je eerst gewoon weer klimmen. Ben je je wapen kwijt, je komt naar boven, je weet niet in principe waar je tegenstander zit. En dus, ja, stungranaten gooien. Nou kijk, nu gaat die andere al klimmen, doe ik het niet. Kun je daar gewoon problemen mee hebben. Maar ook hier weer compacte map, die weliswaar ook wel wat groter is, omdat je buiten wel allerlei dingen kunt doen. Maar daar gebeurt het gewoon niet zoveel. Dat zijn eigenlijk aan beide kanten de punten waar je eventueel een car package kunt laten droppen. Maar compacte map, ik speel hem graag, wordt veel gekozen. Gaan we naar de laatste map die ik wil laten zien. Dat is een wat grotere map. En dat is Moskou. Een lastige map. Hij is wat groter. Ze noemen dit ook een 3-lane. De rechter lane is deze kant. Ik vind het alleen, het is niet een lane waar je echt goed kan zien waar je helemaal, je hebt geen lang uitzicht. Het is een lane om een metrostation in Moskou, waar je inderdaad via de buitenkant achter kan aanvallen of juist in het midden. Nou, je ziet hier, nu ga ik naar het middenpunt. Dit is een beetje het centrale gedeelte en je ziet dat je van vier kanten die kant kan dat middengedeelte kan bereiken. En dat daar dus in het midden een enorm standbeeld staat, waardoor je dus eigenlijk niet goed ziet wie er vandaar komt. En ze komen van twee kanten van gelijkvloers. Van één kant komen ze van een roltrap en van de andere kant komen ze vanaf een klein trapje met een klein stukje dekking. Dus je bent eigenlijk nergens zeker. Ik ben vaak wel iemand die buitenom loopt. Nou, je ziet hier dus dat je buitenom. Nu ga ik helemaal buitenom. Je ziet van alle kanten kun je weer binnen. Nou, daar is een sniper. Dan moet ik dus niet zo lang gaan wachten. En het is dus een map waar, met wat grotere map, waardoor je dus ook assault kan gebruiken. Je kan sniper gebruiken. Ik zie eigenlijk weinig mensen voortdurend snipers gebruiken. Dus wat dat betreft, doordat je nu twee primary weapons kunt kiezen met een wildcard, kun je dus inderdaad een assault en een sniper gaan gebruiken. Ik ben niet zo goed in snipers. Ik vind het ook niet zo leuk. Dus kun je het pakken. Nou, je ziet hier, het gevaar zit hem gewoon eigenlijk in al die hoeken. Kijk, hier heb je een van zo'n punt met een dat ik naar het midden ga. Nou, hier komt er dus blijkbaar iemand van achteren die niet goed oplet. De vijand kan van alle kanten komen. Je hebt hier weinig rust als het ware. Alleen, het is een grote map. 6-6 wil soms wel eens gebeuren dat, zeker als je niet hardpoint speelt of domination, waar je naar een bepaald punt van de map toegedwongen wordt, dat je soms wel heel erg lang loopt te wachten tot je wat ziet. Nou, hier ben ik buitenom. Nou, je ziet het. Ik schrik me dood omdat er mijn eigen maat aankomt. Je moet heel goed op de minimap letten om te weten waar mensen komen. Nou, deze hoorde ik aankomen. Maar hier zie je buitenom zijn allerlei momenten weer waar je in kan zitten. Nou, dit is dan bijvoorbeeld zo'n punt waar je eventueel bijvoorbeeld weer je car package kan laten. Dus je hebt hier wel wat meer rustmomenten om even bijvoorbeeld te tweaken aan je gear of een car package. Nou, dit is dan weer zo'n, hier zit bijna nooit iemand. Ik raak hier ook, omdat het best wel een grote map is met veel ingangen waar je erin en uit komt, ben ik soms een beetje de weg kwijt. Maar dat komt omdat ik de map natuurlijk nog niet super vaak gespeeld heb. Nou, ik heb best wel redelijk wat gespeeld, maar nog niet zo vaak. Niet zoveel als je er weken speelt. Dus je moet wel even goed snappen waar je naar binnen komt. En uiteindelijk draait het de hele tijd om ergens gewoon weer binnen gaan in dat metrostelsel. Als je de ballen hebt, dan ga je
in dat metrostation in het binnen of daar een beetje zitten om te proberen zoveel mogelijk kills bij elkaar te krijgen. Of je gaat steeds buitenom en probeert mensen die eruit komen of die erin willen juist in een rug of van de voorkant te pakken, omdat er gewoon de hele tijd wel bezig is. Je ziet hier ook weer in dat inhammetje waar je in zou kunnen gaan, kun je aan beide kanten, heb je ook weer ramen waar je uit kunt springen. Dus er zijn ontzettend veel ingangen waar je constant in kunt gaan. Je bent constant in beweging. Er is niet echt een moment waar je kan zeggen van nou, hier zet ik even lekker mijn sniperbasis op en hier blijf ik zitten. Het zou kunnen als je hier bijvoorbeeld op zo'n bus gaat staan, maar dat heeft geen zin. Nou ja, goed, hier ga ik dus even rustig zitten om mijn car package te krijgen. Maar je ziet ook hier weer die traditionele drie lane met een middenpunt, met een aantal choke points waar je doorheen kunt gaan, zodat je kunt wisselen van assault naar sub of shotgun. Ja, op zich zijn het allemaal maps die absoluut wel plezier op gaan leveren. Alleen, het zijn er wel weinig met 8, waarvan er een aantal gewoon wat minder leuk zijn, zodat die wordt weggestemd. En dan ben je gewoon wel de hele tijd een beetje hetzelfde aan het spelen. Dat is jammer, maar goed, ik ga gewoon even lekker doorspelen. Ik ga ook die andere mode spelen. Skate gaat zich er ook mee bemoeien. Die speelt dan veel meer tactical. Dus wie weet gaat hij op een hele andere manier naar die maps kijken. Maar in ieder geval weet je nu een beetje hoe de maps eruit zien. Wat een beetje de look and feel, het tempo is. Het is fast paced. Het is snel. Het schieten is gewoon, ja, het is gewoon Black Ops. Het is wat makkelijker dan bij Infinity Ward. Je gaat veel kills maken. Meestal is het compact. Drie lanes. Ja, typisch Black Ops. Wat we ervan vinden, vinden we het waanzinnige maps. Ook al zijn het er maar 8. Dat hoor je dus in de grote review. Die we volgende week, ik denk dat die dinsdag online komt te staan, van Call of Duty, die we dan gaan plaatsen. Eerst gaan we gewoon nog even lekker spelen. Hopelijk komen er nog wat patches aan, want er zitten nog wel wat glitches en bugs in en wat balansproblemen. En ik ga gewoon door. Het eindoordeel hoor je volgende week.